Vandaag kijken we naar karens die gek werden. En deze mevrouw is over de schutting geklommen. Wat, met een wapen komt ze hem bedreigen? Oh, ze wil gewoon die plant snoeien. Oké. Wat ik nu denk is dat deze vrouw gewoon boos is, omdat ze de plant van de buurman wil snoeien. Maar de buurman heeft daar niet zoveel zin in. Laten we verder kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat er nu nog gaat gebeuren. Komt er nog een lijpe vechtpartij of zo? Zo! Ze heeft wel pit, hoor! Dat werd heel heftig ineens. Deze twee vrouwen hebben een koelkast besteld, maar de bezorger wilde de koelkast niet binnenzetten en nu laten ze hem niet weggaan. Ja, ze gaat ook echt onder die auto liggen. Oh, wat vervelend. Wat een moeimakers. Nou, in principe levert wel goede content op. Maar til die koelkast gewoon zelf naar binnen. Die bezorger heeft het waarschijnlijk super druk. Laat hem lekker naar huis rijden of zo. Deze mevrouw wordt helemaal gek in het tankstation. Maar echt helemaal gek. Wow. Yo. No, just calm down now, calm down. Ik weet toch gewoon niet wat er gebeurd is. Oh, ze wordt... Zo, ze wordt nog gekker. Yo. Ze schreeuwt zoveel, ik versta er gewoon helemaal niks meer van. Het is dus volgens mij zo dat ze iets niet meer hebben in die winkel wat zij wil kopen. En daar wordt ze gewoon helemaal gek van. Zo, deze vrouw wordt even helemaal gek. Wat joh. Ze doet net omdat ze wordt aangereden door die auto. Nee joh. Die man staat gewoon stil. Kijk deze acteerskills. Kijk dan. Hier. Poem. Gaat ze gewoon op de grond liggen. Jongen. Echt waar. Sommige mensen. Er is hier een feestje en deze mevrouw wilde de DJ-tafel uitpluggen. Omdat ze het veel te veel herrie vindt. Maar waar is dat nou goed voor? Ik bedoel, dit is toch gewoon een leuk feestje. Ga gewoon lekker dansen. Doe gewoon net of dat er niks aan de hand is. En ga gewoon lekker dansen. Dat is een medicijn voor alles. Deze DJ zijn trouwens wel zwaar aan het exposen. Ze trekt al die kabels eruit en de muziek blijft gewoon doorgaan. Ze waren helemaal nooit echt aan het DJ'en. Misschien was die vrouw daar wel boos om. En als dat zo was, had ze groot gelijk. We hebben hier weer een drama queen op de airport, dames en heren. Zo, ze wordt helemaal gek. Ze mag niet het vliegtuig in, omdat ze het dramatisch doet. Oké. Zo! Hé, hey, rustig aan mevrouw. Rustig aan. Who saw him choke me to the ground? Who saw me? I saw you run through the door when you weren't supposed to. Zij vraagt dus aan al die mensen daar van wie zag het dat deze man over de grond heen sleurde. En het enige wat iemand zegt is ik zag jou naar die deur lopen terwijl het niet mocht. Dus deze vrouw staat gewoon super hard te liegen. Zo, en ze wordt gek. Ze laat het weten ook. Mevrouw, ga gewoon één keer per week show de boelen ofzo. Dan kom je even helemaal tot rust. En dan hoef je er niet af te reageren op een politieagent op het vliegveld. Een Karen in een auto, dit wordt een goeie. Nee joh. Ze is dus tegen zijn auto aangereden. Oh nee. Ze geeft ook die andere gast de schuld. Nee joh, dit kan toch niet. Oh. Ze wordt ook gefilmd. Zij ziet er namelijk niet uit of dat ze mee wil werken. Ze wil gewoon wegrijden al. Jongen. Hij filmt even de kentekenplaat. En nu vertelt deze man dus dat hij haar kenteken op beeld heeft. En nu wil ze in één keer helemaal meewerken. Van ja hoor, hier is mijn telefoonnummer, hier is mijn kentekenbewijs. Toch mooi hoe dat gesprek echt in één keer om kan slaan. Deze mevrouw heeft zojuist boodschappen gestolen uit de winkelwagen van degene die filmt. Oké. Hij vraagt gewoon netjes van kun je het teruggeven? Maar dat doet ze niet. Ze loopt gewoon weg. Oh. Wow, yo. En nu komt deze vrouw dus achter deze man aangerend. Maar deze man pakt snel de tas. Let's go. Hij heeft de boodschappen weer terug, hoor. Dit was een hete daad. Het zou toch erg zijn als hij er thuis pas achter was gekomen dat hij in één keer een hele boodschappentas mist. Deze Karen wordt gearresteerd nadat ze een medewerker heeft uitgescholden. Oké. Zo. Als ze blijft maar doorpraten en dan word je gearresteerd. Ja, mevrouw, geef gewoon je fouten toe. Zo moeilijk is dat niet. Dit is een filmpje van een pizza bezorger. Why? I'm delivering a pizza. Oh, dit kan toch niet? Zo, ze wordt helemaal lijp ook. Will you please get out of my way? Wat? Ze duft gewoon. Nee joh, deze man wil alleen een pizza bezorgen in deze wijk. Komt er in één keer een random vrouw aan, hier mag je niet komen, dit is privéterrein. Ik vind echt dat deze man nog best rustig blijft. Er wordt gewoon op hem getuft. Oké. Oh nee, ze zit op een auto van iemand. Waarom gaat ze er ook op zitten, even hoor.
Ga gewoon van diegene de auto af. Er zal wel weer iets hiervoor gebeurd zijn. Ik weet het ook niet. Oké, ik heb dus toen net een beetje gekeken. En het is dus zo dat deze mensen net voor haar op de parkeerplaats gingen staan. En zij is dus boos dat zij niet de parkeerplaats kon pakken. Waarom gaan al deze video's helemaal nergens over? Ze zijn wel leuk om te kijken. Deze man staat gewoon zijn auto te tanken en dan gebeurt er dit. Het is inderdaad een grote auto. Ja. Zo. En dat was dan ook gelijk einde video. Deze vrouw wilde eigenlijk bij de pomp voor hem tanken. Maar die auto was te groot. Ja, dan moet je even wachten. Zo'n groot probleem is dan nou toch ook weer niet. Wat wel een groot probleem is, is dat jij nog niet geabonneerd bent. Of misschien wel, dan ben je goed bezig. Maar anders moet je nu abonneren. Kom op. Karen heeft de bus gemist, slaat op het raam en begint daarna te huilen. Oké, wow, yo. Nee, joh. Wat? Oké. Oh, begint ze dan dadelijk te huilen? Net of dat ze aangereden is of zo. Nee, joh. Oh, dan ben je toch helemaal gek in je hoofd, joh, als je dit doet. Effel. Gaat ze nou voor de bus liggen, of niet? Dat zou grappig zijn. Nee, helaas. Zo, deze Karen heeft er ook zin in vandaag. Oh, dit kost zoveel werk om het terug te zetten. Dit is zo niet nodig. Waarom? Waarom? Deze mensen zijn gewoon aan het werken. Laat ze werken. Laat ze met rust. Mensen zijn soms rare wezens. Ik ben ook wel een beetje raar. Maar deze mevrouw, ja, die overtreft echt alles. Waarom? We hebben hier weer een hele goede acteur. Hij rijdt over me heen, zegt ze. Maar hij rijdt helemaal niet over me heen. Mevrouw, doe gewoon rustig. Er is niks aan de hand. Hij rijdt helemaal niet over je heen. Ik denk dat deze vrouw gewoon even een knuffel nodig heeft. Dan komt het allemaal weer goed. Als Karin een man was. Oh, wow, yo. Zo, hij wordt gek hoor. Zo, hij wilde de tafel eigenlijk over de balie heen gooien, maar dat lukte niet. Wat doet hij nou? Nee, kom op. Hé, hey, meneer. Alleen omdat je geen mayo kreeg bij je friet, doe je dit. Dat is een iets te heftige reactie, meneer. Deze mevrouw is lekker aan het filmen in de supermarkt. Waarvoor ze dit doet? Geen idee. Misschien is ze gewoon een TikTok aan het maken of zo. En... Oh, deze vrouw vindt deze telefoon. Oké, ze pakt de telefoon. Oké, ze zegt nu van, oh sorry, dat was mijn telefoon. Ik was aan het filmen. Waar joh? Nee, joh. Nee, joh. Oh, dat ben je niet. Dat meisje komt dus weer naar die vrouw toe van, hé, dat is mijn telefoon, mag ik hem terug? Zegt die vrouw ineens, ja, je mag hem opkomen halen bij de balie. Geef gewoon dat meisje de telefoon terug. Ik krijg een error van dit soort mensen. Hier heeft iemand een pakketje gestolen. Oh. Oh. Oh, ze wordt gesnapt. Oh, dit zijn weer goede acteerskills, hoor. Kijk, hier. Ze doet net alsof ze wordt geslagen en dan... Waarom weer? Karin heeft haar match gevonden. Oké, all right. So, and is this like TV or... Yeah, this is like television. Yeah. Television. Like Billy on the Street. Oh, deze man doet er gewoon na. So, are you an internet thing? No, it's actually a TV thing and an internet thing. I don't like your attitude. Okay, I don't like yours. I'm on TV. Dit stukje is zo mooi dat ze zegt van ik hou niet van je attitude. I don't like your attitude. Okay. Hij doet letterlijk hana. Hoe kan je dit dan zeggen? Deze gozer loopt gewoon even lekker rustig naar huis. Misschien komt hij wel terug van zijn werk. En gaat hij lekker op de bank een serietje kijken. Wie zal het weten? En hier staat zijn buurman. Wat? Shame. Shame. Wat een gekke buurman. Shame, shame. Hij blijft ook maar doorgaan. Klik hier voor nog een superleuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei.